vele kilometers glas. De achtertuin van Lansingerland. Vol van bedrijvigheid in de land- en tuinbouwsector. En een economische factor van formaat. De glastuinbouwsector in Lansingerland staat wereldwijd op een hoog niveau en is internationaal gezien misschien wel bekender dan in Lansingerland zelf. Hinova uit Blijswijk maakt geavanceerde ventilatiesystemen speciaal voor de glastuinbouw. Het zelfontwikkelde systeem zorgt voor een optimaal en egaal klimaat in de kas door gebruik te maken van de buitenlucht en deze gecontroleerd te laten circuleren met de lucht in de kas. Hierdoor kan het klimaat in de kas op een constant niveau worden gehouden zonder dat de schermen geopend hoeven te worden. En daarmee is het ook nog eens heel duurzaam. De basis van ons systeem is gebaseerd op het nieuwe telen. Dat is een filosofie die in de wereld is gebracht om te zorgen dat mensen energiezuinig, maar vooral ook om de plant goed kunnen telen. Dus dat betekent dat je niet meer de kas inloopt en aangeeft van nou, dit klimaat voelt goed, maar meer meten is weten. Dus dat betekent dat je de balans tussen een aantal aspecten van het gewas goed onder controle krijgt. De Ventilation Jet is echt een maatproduct. Elke kas is anders en die heeft weer andere maten. Wat betreft de ophanging en techniek in de kas. Dus als een kas gebouwd wordt en we gaan onze Ventilation Jets daar ophangen, werken we altijd nauw samen met de kassenbouwer. Elke kas is natuurlijk anders. Je hebt weer andere maten en dergelijke. En aan de hand van de technische tekeningen vooraf kunnen we al een hoop dingen bepalen en kunnen we onze koker echt op maat maken. Op een manier die het beste geschikt is voor de klant. Want ventilatie is natuurlijk maar een onderdeel van de kas. Is het natuurlijk met belichting, scherming. Er hangt van alles boven in de kas, behalve alleen onze ventilatoren. Dus je probeert niet als de productie al gedaan is en het wordt opgehangen, dan wil je natuurlijk niet hebben dat je ineens ziet dat er al lampen op die plek hangen of iets dergelijks. Of dat de koker 10 centimeter te hoog is als het niet nodig is. Dus dat proberen we al vooraf te bepalen. Alles wordt op maat gemaakt. Zodat het allemaal precies tussen de rest inpast. Zonder dat je andere zaken in de weg zit in de kas. We hebben als eerste de Ventilation Jet ontwikkeld. Toen zagen we dat de koude lucht veel op één plek bleef hangen. Toen dachten wij, we moeten daar een verticale ventilator onder hangen. Toen hebben we van een ander merk hebben we hem geprobeerd te gebruiken. Maar deze voldeed niet aan onze eisen wat betreft luchtbeweging en energieverbruik. Toen hebben we zelf deze ventilator bedacht. Zijn we eerst gaan richten op het schroevenblad. Hoe willen we dat hij eruit komt te zien? Zoals je kan zien, ziet hij er vrij specie en industrieel uit. Dat heeft redenen. Hij duwt de lucht diagonaal weg, waardoor je in de binnenkant van het schroevenblad een onderdruk krijgt. Dus hij heeft daar lucht nodig. Die haalt hij van de onderkant van de ventilator vandaan en van de bovenkant van de ventilator vandaan, waardoor je een gigantische luchtbeweging hebt in de kas. Daarna hebben we een motor bedacht welke we zouden moeten gaan gebruiken. Daar hebben we samen met de leverancier zijn we er op één motor uitgekomen, de energiezuinige motor. Die hebben we eraan gehangen. En zo is de innovator geboren. Inmiddels is het systeem al bij veel tuiners geïnstalleerd. Van de tekentafel nu naar de teler zelf. Hier staan we in de praktijk bij de Ventilation Jet. Hij haalt verse en koudere lucht vanuit de kasnok de kas in. Deze lucht zorgt ervoor dat de temperatuur in de kas niet te ver oploopt. Dat is namelijk een heikel punt bij het telen met gesloten scherm. Wij ondersteunen met dit systeem de teler dat je een optimaal klimaat kan houden bij zoveel als mogelijk een gesloten scherm. De koelere buitenlucht wordt dus op een vernuftige manier vermengd met de interne luchtcirculatie van de kas, zodat het klimaat en de luchtvochtigheid egaal blijft, zonder dat er lokale koude plekken ontstaan. Bij een compleet gesloten scherm gaat deze aan. En dat betekent dat hij die verse lucht van boven naar beneden blaast. Hij zal hem via de afketsplaat zal die hem de lucht verplaatsen in de kas, zodat je geen koude plek precies onder de ventilator krijgt.
Daarnaast is de onderste ventilator die daarnaast hangt, dat is een ondersteunende ventilator. En die recirculeert complete nieuwe lucht samen met de warmere vochtige lucht, zodat je een egaal klimaat in de kast krijgt. Dus wat je dan op een gegeven moment krijgt is dit gedeelte van de koker dat hangt onder het scherm. En daar slaat dan vocht tegen de koker aan en dat sijpelt naar beneden. Over dat soort kleine dingetjes hebben wij ook nagedacht. Zo hebben we een lekbak ontworpen die aan de koker vastzit en die vangt eigenlijk die watercondens op. En aan de lekbak, daar zit ook een heel klein gootje en daar kan een afvoerslang aan gemonteerd worden. Die dus ook weer terug naar de goot kan worden geleid. Waardoor dat water wat tegen de koker aanslaat, weg kan lopen via de goot. En dat is ook een stukje duurzaamheid. Het duurzame in dit product is dat je dus koude en verse lucht van boven het scherm de kas inblaast. De lucht van boven het scherm, die komt van buiten vandaan. Dus dat betekent dat je vrij duurzaam bezig bent op het moment dat je dus buitenlucht gebruikt om je kas op een optimaal klimaat te bouwen.